vader, ik moet 1-2 zeggen, maar de gezicht zei, ah, hallo. Daar ben ik al. Dus hebben ze haar gezichtsherkenning enigszins aan de gang. Van, naar mijzelf knipoog. De vibratie is nou niet zo heel erg geweldig, maar we zitten niet echt op zijn plek. En het gemiddel zit er niet in, maar het is toch wel een vrij magisch effect. Vooral als je tegenover jezelf zit en naar jezelf zit te praten. Het is wel gewoon vreemd. Maar ik heb ook vooral een andere geestjes van. Dan moet je dus een beetje vogelen totdat de feesttrekker je heeft gevonden. Als hij dan heeft gevonden, even kijken hoe ik de calibratie ietsje kan. Dat is beter. Het is daar op de ene zelfs een draad. Want er zit een beetje vertraging in, dus het werkt niet als een spiegelbeeld. Nee. Wat de spiegel ben je wel gewend. Het ziet er heel surrealistisch uit. Ja, nou, want je herkent wel deze zo. Ja. Nou, op een gegeven moment hadden we aan de gang dat je zeg maar, de texture van het ene gezicht op het model van het andere gezicht plakt. En dat ziet er al heel raar uit. Als je gezicht anders vervormd. Ja, de camera is hier zo. En die ietsje naar achter wellicht die nakijken. Ja, hoi. Ik ben gewoon onzichtbaar. Ja. Nou, we hebben net een beetje aan de praat en hij loopt niet zo heel erg soepel zoals je net. Maar wat was het uiteindelijk? Wat is het uiteindelijk idee van dit project? Het idee van het project is dat we hier zo nog zeg maar een stap verder inzetten. En van verschillende mensen die naar zichzelf, in ieder geval hiernaar staan te kijken, een gemiddeld gezicht maken. De vorm van een piepschuim. Zodat je aan het eind van de expositie de gemiddelde bezoeker bij elkaar hebt. Cool.